Hoor je dat? Hoor je nou wat Paul Witteman zegt? Ja, maar het is een vakman. Ja, die zegt gewoon, maar nu eerst kopspijkers. Ja, maar wel een neutraal? Neutraal. Niet van, maar nu eerst kopspijkers, dat wordt lachen. Nee. Of, maar nu eerst kopspijkers, het is jammer. Maar ja, de vader zendt dat ook nou helemaal uit. Nee, vakman. Neutraal. Neutraal. Dat doet Jack van Gelder heel anders. Oh? Ja, die moet iedere zondagavond moet die Caroline Tens met 1 tegen 100 aankondigen. Maar die geeft meteen zijn mening erbij. Ah, joh. Ja, En we hebben Leo Beenhakker. Die zit direct hier. Wat krijgen we nu? 1 tegen 100. Caroline Tensen. Veel sterkte. Stel, je bent cameraman. En je ziet in de verte dat Katja Schuurman geïnterviewd wordt. En je kijkt door je lens en je denkt... Nou, dat is mijn kans om dat eens even nader te bekijken. En je zoomt in en je denkt... Mooi, thuis, voor het archief, dit materiaal. Dan is het toch heel vervelend als het per ongeluk wel wordt uitgezonden. Sommige tv-optredens zal niemand vergeten. Als ik zeg, de jongen die op zijn klompen idols wilde winnen... dan weet u waarschijnlijk al genoeg. Pardon? Ja, dat is... Waar komt dit nou vandaan? Ja, dit is een beetje... Oh! Oh jee! Ah. Nou, dat was duidelijk niet iemand op klompen. Nee! Ja, maar dat is ook wiskundig bewezen, Jack. Alles wat dichtbij is, zie je eerder. Echt waar. Is dat zo? Je kijkt bij Katja nooit in de ogen. Echt nooit. Geloof mij nog maar. Echt nooit. Echt niet. Edward van Kuilenborg, die presenteert bij SBS6 een sportprogramma. Maar hij wordt er een beetje doodziek van dat hij voortdurend moet onderbreken... voor een sms-spelletje en voor reclame. En nou houdt hij zich meestal in, maar van de week vloepte zijn mening erover de zomer uit. A, B of C naar 4949 of bel 0909-8334. En nadere kloten, nadere kloten. Nadere kloten. En nieuwslezers die worden geacht geen commentaar te leveren op het programma wat dan vlak voor het nieuws zit. Maar Gerard Arnighoff die kon zich van de week niet inhouden. Weet je, dat lukt perfect van. Gruwelijke videobeelden op het internet. En dan, u heeft het ongetwijfeld allemaal gelezen. Er is een Viola Holt en Marijke Helwegen en Sandra Remer. En nog wat. Ja. Nog wat van die 50-plus vrouwen, die staan op een naaktkalender. Nou, ik ben blij dat er maar 12 maanden in een jaar zitten, hoor. Maar nou liet Editie NL van de week die kalender zien... in een garage aan wat automonteurs. Een garage die eigenlijk al vol hing met allemaal blote dames. Maar let nou eens op die laatste monteur, want die heeft wel een hele goedkope smoes om deze foto's niet op te hangen. 50 plus en tocht naakt op een kalender. 12 Nederlandse vrouwen op leeftijd, onder wie Viola Holt. En Sandra Remer durfde het aan. Viola Holt, is Viola Holt, joh. Ja, wat. Mooie rijpvrouw. Zo, toen was dit er goed uit. Kijk eens. Ja. Hij zou hier wel aan de muur kunnen hangen. Dat mag officieel niet bij ons. Ja. Achter hem. Bij zijn oren. Ja. En tot slot Bert, iets uit Groningen. Ik zag het op TV Noord. Nou. Daar ging het over het gescheld op die scheidsrechters. Dat iedereen maar hondenlul naar ze roemt. En er was één meneer die zegt, ja, maar dat gaat me te ver. Mm. En daar heeft hij een Gronings alternatief voor wat dan blijkbaar netter is. Als de scheidsrechter slecht is, mag je hem rustig uitschelden. Een scheidsrechter is heel slecht in het voetbal. En waarvoor mag je hem dan uitschelden? Nou, niet voor een hondenlul of zo, dat niet. Maar je bent boerenlul of zo, dat wel. Ik heb het gehaald en vandaag twee zwaargewichten voor ons spel. Hij is 29 jaar oud. Hij judoot in de klasse boven de 100 kilo. Hij is tweevoudig Europees kampioen. Hij veroverde brons in Athene. Maar hij was nog nooit zo moe als na zijn partij tegen die Italiaan. Eén keer. Een kokaatje is voldoende. Wat een verschil maakt dat. Wie wint, gaat naar de halve finale. Jammer, dit was buiten de maat. Dennis van der Geest. Dennis.
Zo'n wedstrijd duurt er niet zo lang. Hoe kan het dat je zo moe bent? Ja, het is gewoon... Kijk, deze man die we hier zien, die weegt 155 kilo. En probeer maar eens gewoon 5 minuten, wat een normale wedstrijd duurt... Ja. 155 kilo te verplaatsen. En dan heb ik het ook nog over iemand die dat zelf niet wil. Dus niet dood. Ja. Ik vind het wel redelijk duidelijk. Snap ik dat je behoorlijk moe bent. Hij speelt vanavond tegen zijn broer. Die is 25 jaar. Hij komt uit in de klasse tot 100 kilo. Hij is Europees kampioen. Viel in Athene net buiten de prijzen. Maar won wel van die regerend wereldkampioen, die Japanner. Normaal gesproken maakt dat niks uit. Ze mogen weten wat... Ippel! Het is helemaal niet te geloven. Wat een overwinning. Die Japaner moest natuurlijk komen, maar een schouderworp op 2 knieën. Zo laag voor zo'n groot judoka. Elko van der Geest. Het enige wat me verbaast, je juicht helemaal niet. Waarom niet? Nou, het is de eerste keer dat ik het terugzie, inderdaad, maar... Ja, ik weet ook niet waarom niet. Misschien had ik veel meer moeten juichen. Maar kijk, achteraf, ik heb geen medaille. Ik heb iets heel moois gedaan daar. Okay, dus toen ik deze wedstrijd gewonnen had, toen stond ik in de halve finale. Maar heb je nog steeds niks. Nee, dus maar dan ga je ook niet een ronde verder. Nee, dat zo werkt. Ik ga pas juichen als ik hier iets om... had ik niet. Nou ja, dat komt nog. Dat komt nog. Ja. Goed, heren. Voor het eerst gaan jullie nu tegen elkaar strijden. Dat de beste mogen winnen. Niet voor het eerst, hoor. Niet voor het eerst. Nee. Oh, jullie hebben wel judo tegen elkaar? Ja, heel vaak. Ja, niet in de wedstrijd, maar wel op trainingen. Wie wint dat dan? Dat is dan ook een wedstrijd. Ik altijd. Ja. 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 Aanstaande maandag, jongen. Oké, okay, we zullen het zien. Goed. Een beetje makkelijk om erin te komen. Het komt uit het programma De Zwakste Schakel. Wat is de algemene naam van de warme drank die volgens de traditie op Sinterklaasavond wordt gedronken, die gemaakt is van wijn, kruidnagelen, kaneel en citroen of sinaasappel, bisschopswijn of kardinaalwijn? Ja, nou, eenvoudig. Vraag, wat drinken we op Sinterklaasavond? Ze zegt het, bisschopswijn of kardinaalwijn. Zij gaat gokken. Nou, gokje jongens. Wat gaat ze gokken? Bisschopswijn of kardinaalwijn? Nou... Waar gok ze op? Ze gaat één van deze twee dingen zeggen. Ik zeg bier. Oh, ik zeg maar er wordt veel bisschop bij, dat kan niet al. Maar zij zegt gewoon bier. Dat heeft ze helemaal niet gehoord. Heeft ze niet gehoord. Zegt ze warme chocomel. Warme chocomel. Nou, ja. Laten we kijken. Laten we kijken. Bisschopswijn of kardinaalwijn? Warme chocolademelk. Ja, ja, fijn hè. Oké, okay, goed. Programma Vaders van de AVRO is dat. En daarin neemt een vader zijn zoontje mee naar het atelier van een kunstenaar. Want je kan een kind niet vroeg genoeg met kunst in aanraking brengen. Veel hè? Oh. Ja, en nu gaat deze vader aan zijn zoontje een vraag stellen over dat schilderij wat die kunstenaar heeft gemaakt. Maar nu wil ik weten, wat blijkt uit de vraag van die vader? A, dat hij geen verstand heeft van kunst. Of B, dat hij geen verstand heeft van het koningshuis. Elko, wat denk jij? Ik denk dat hij geen verstand heeft van het koningshuis. Van het koningshuis. Ja, dan zal ik kunst moeten kiezen. Hoeft niet, je mag hetzelfde. Je mag. Nee, maar dan doe ik lekker kunst. Doe jij lekker kunst, hè? Laten we goed luisteren naar zijn vragen over dit schilderij. Vind je koningin Beatrice mooi? Ja, ja. Oh, ze gaan erin vandaag. We doen het niet vaak, een fragment uit het buitenland. Maar van de week zagen we dit op de Duitse tv en kan het niet laten liggen. Dat is een huisjesmelker, een man die allemaal huizen kocht. Hele straten zijn van hem. En die man leidt een cameraploeg rond in een van de straten die hij dan blijkbaar helemaal in bezit heeft. Alles goed? Ja, alles in Lang. Zullen we maar anfangen met hem? Ja, met 4 Franken Tagesschicht. Dat hebben we voor 60.000 Mark damals übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Ja. Und naja, und dann nach 2 Monaten waren es in 27 Tagen. Und das hat ja auch irgendwo eine Herausforderung mit Österreich, oder? Ho, daar komt. Daar komt er een in beeld lopen. Benny Joling. Ja, Benny Joling. En die past niet in zijn mooie straatje. Nou, zeg erbij, die man is een patjepeer. Normaal gesproken zou hij hem meteen een hoek geven, want wegwezen jij. Maar ja, er is nou een cameraploeg bij. Ja. Hoe krijgt hij hem nou uit beeld? Het is natuurlijk cameraploeg. Hoe krijgt hij hem nu uit beeld? Want hij wil hem uit beeld hebben. Wat denk je? Ik denk dat die man die daar helemaal achter staat, ja, dat hij die even een seintje geeft. Dat hij hem weg moet halen. Die komt aanlopen, die pakt hem zo om zijn keel en trekt hem zo het beeld uit. Nee, kan. Dat is een goede mogelijkheid. Ik denk dat hij er zo een beetje zo half voor gaat staan en dat hij hem dan zo heel stiekem bad zijn elleboog geeft.
Heel stiekem, sneaky, ja. Dat we het niet zien. Nee. Nou, laten we kijken. En ja, en dan de nacht van Monaten was het in 27 dagen. Dat had je ook wel een herausforderung, ja. Minister Leiter, oder? Nee, Alter. Tuurlijk. Hast du een probleem? Geh weiter. Alter. Ein probleem. Besser is het. Zo, kom weiter. Ja. Ja, dat was toch zijn elleboog, of niet? Maar je zag het bijna niet. Je zag het. Nee, je gelooft het niet. Nee, het is echt het niet. Zo gebeurd. Ordinaire kroeghoek. Nou. Heren, niet slaan, maar ja, toch. Oké, okay, we gaan gewoon naar de volgende. De serie The Bold and the Beautiful. Ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben. Ja, elke dag. Dat loopt al 265 jaar op de Nederlandse televisie ook. En ja, dat moet allemaal vertaald worden. Maar die vertalers in Nederland, joh, die hebben er echt genoeg van. Ze kunnen geen mensen meer vinden. Dus iedereen die nu maar een beetje Engels spreekt, die loopt kans gebeld te worden of die ook een aflevering wil vertalen. En nou is deze aflevering, waar ik een stukje aan heb, vertaald door een bekende Nederlander. Kijk. You need to stop judging it and just accept it. Judging what? This virus. Your entire situation. You know, you might even start looking for the positive in it. Positive? Yes. Every dark cloud has a silver lining. Mooi. Every dark cloud has a silver lining. Iedere donkere wolk heeft wel een zilveren randje. Nou wil ik weten, wie heeft de vertaling van deze serie gedaan? Is dat geweest Frans Bauer? Die er een romantisch zinnetje van gemaakt heeft? Is het Johan Cruijff die er een van zijn wijsheden in gestopt heeft? Of is het Jan-Peter Balkenende die er meteen iets van normen en waarden in verstopt? Het is een gokje, je kan het niet weten. Je moet gokken. Every dark cloud has a silver lining. Nou, ik heb toevallig deze aflevering gezien. Nee, ik denk Frans dat... Frans Bauer, Johan Cruijff of Jan-Peter Balkenende? Mag hij nou weer beginnen? Oh, ja, het is dit nou voor ongelooflijk, want jij wil Frans Bauer zeggen. En dat wil ik natuurlijk ook. Nou, nee, helemaal niet. Zeg maar. Zeg ik maar denk Bauer. Dat het Frans Bauer is. Ja. Is fout. Nou, jij. Johan Cruijff. Jij zegt Johan Cruijff, jij Frans Bauer. Ja. Nou, laten we even kijken hoe deze zin vertaald is. You know, you might even start looking for the positive in it. Positive? Yes. Every dark cloud has a silver lining. Maar het staat geen hef, hè? Het staat geen hef. Nou, heeft zijn voordeel. Het is nu al... Ja, jij hebt het goed. Goed, oké, okay, daar gaat hij. Ik haal het bal zo meteen. Ja, is goed. Wauw, mag hem recht zetten? Zet hem een beetje recht ook. Zet hem even recht. Ja, nee, wat maar, is dat nou? Doe hem maar, hij wil altijd vals spelen. Komt allemaal goed, jongens. Check. Sta je in een kuil of zo? Nee, ik sta zelfs op een verhoging. Ja, ja. Nog even. Kijk, ik weet niet wat het is. Maar je bent anders. Weet niet. Klussen. Klussen ja. En mensen. Dat is een hartstikke leuk programma. En Dennis heeft voor peuters heeft hij een kindvriendelijke vrachtauto gemaakt. Ik had het jullie vorige week beloofd. Ik zou wat gaan maken voor de kinderen. En dit is het geworden. Een vrachtwagen met een hele grote oplegger. We hebben hem helemaal gemaakt van resthout. Wat we hebben overgehouden van alle meubels die we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Hij is helemaal kindvriendelijk. Want we hebben namelijk alleen maar lijm gebruikt en geen spijkers. Dat is goed. Ja. Alleen spijkers, want kinderen kunnen zich verwonden aan spijkers. Dus helemaal kindvriendelijk kunnen zich niet verwonden. Nou zeg ik, hij heeft toch een foutje gemaakt. Want dan kunnen kinderen zich toch nog ergens aan verwonden. Kijk goed, welk foutje heeft hij gemaakt zodat kinderen zich toch kunnen verwonden? Ondanks dat hij het helemaal gelijmd heeft, geen spijkers. Ik denk dat er in die oplegger, daar zitten natuurlijk, weet ik, in ieder geval iets waar de kinderen zich aan kunnen baseren. Bijvoorbeeld gewoon 15.000 spijkers. Ik zeg maar wat. Ik zie het aan de zijkant, dat is ja? Die uitlaatpijp. Die uitlaatpijp, dat die... ja. Okay, ik denk dat die heel scherp is. En jij zegt, hij heeft er iets in gedaan waardoor het nog niet erg opschiet. Nou, kijk maar. Hij is helemaal kindvriendelijk, want we hebben namelijk alleen maar lijm gebruikt en geen spijkers. De enige spijkers die erin zitten... Nee, hè. Nee, hè. Kijk, is een heel bakken vol spijkers. Als mis, pak de grote aan. Jongens, pak de grote aan. Ja, dat is beter. Dat hebben jullie ook verheugd. Dat gaan we doen ook. Ze staan allebei. Nee, nog niet, hè? Oh. Jij ook nog niet, hè? Wacht. De TV-makelaar. Dat is een programma waarin mensen op zoek gaan naar een koophuis. En dit echtpaar dat zoekt een huis met een beetje vrij uitzicht. Ik heb het gewoon ja, kinderkamer. Met een leuk balkon.
Ik vind het wel mooi. En een mooie, heel leuk uitzicht, alleen jammer. Ja, ze vindt het mooi. En een mooi uitzicht, alleen jammer. Dus er is iets aan de hand. Ze gaat klagen, maar dan wil ik weten. A, heeft ze gelijk dat ze klaagt? Want het uitzicht is schitterend, maar er staat iets voor het uitzicht. Of is het een mierenneukster, want het uitzicht is mooi en heel in de verte is er misschien een klein, weet ik veel, windmolentje te zien en zo, en die bederft dan voor haar het uitzicht. Dus, of ze heeft gelijk, het uitzicht is mooi, maar je ziet er niks van. Nou, dan mag ik eerst natuurlijk. Nee, zeg maar, wat denk jij? Ik denk dat ze dat in ieder geval geen mierenneuker is. Geen mierenneuker, nee, het uitzicht is mooi, maar je ziet er niks van. Ja. Jij? Nee, ik zou meegaan. Nee, ik zou meegaan. Ja, is meegaan? Ik zou meegaan, met je broer. Ja, meegaan. Is dit een soort stille hint die iedereen hier hoort? Ik denk het ook. Ik denk dat hij... Laten we maar eens kijken naar het vrije uitzicht. Maar of ze er ook van kunnen genieten, weet ik niet. Kijk maar. Ik heb het gewoon gespannen. Ja, kinderkamer. Met een leuk balkon. Ik vind dit wel mooi. En een mooie... Heel leuk uitzicht, alleen jammer van die loods. Uitzicht nul. Ja, mooi uitzicht. Jammer dat er wat voor staat. Ja. Heren, hoe is het mogelijk? Allebei goed? Nou, allebei slaan. Nou, daar gaan we. Jammer! Nou, dat is wel lastig. Ja. Mag het met Alo? Dat was stuk in de alles mag. Alles mag. Mag nog meer mooi speel. Ja. Hey! Elko, Dennis, die is voor jou. Ik moest alles Elko, die is voor jou. Dennis en Elko van de race.